Het is een opmerkelijk interview van de man van Halsema Robert Oei vandaag in NRC. Hij vertelt dat hij eigenlijk direct wist dat het wapen dat zijn zoon bij zich had van hem afkomstig was. Het lag in een la in de ambtswoning. Femke zei: Onze zoon is gearresteerd met een verboden wapen. Ik ga hem nu ophalen uit de cel. Ik wist meteen dat is mijn wapen. Mijn zoon heeft hem uit die la gehaald. Volgens Oei gaat het om een echte, maar onklaargemaakte revolver in eigendom van een vriend. Die hij recent gebruikte voor een filmshoot. Oei is namelijk film- en documentairemaker. Na die shoot ben ik met de revolver naar de ambtswoning gereden. Ik heb het ding in een jutezak gedaan en in een kastje in de woonkamer gelegd. In een la waar ik ook wel eens de telefoons van de kinderen verstop wanneer ze straf hebben. De arrestatie van de zoon verscheen in grote letters op de voorpagina van de Telegraaf. waarop burgemeester Halsema een brief schreef aan alle Amsterdammers. over hoe volgens haar de zaak verlopen is. Maar dat het wapen in bezit was van haar man bleef onvermeld. Oei vertelt openhartig dat het incident nog altijd tot spanningen leidt. Ik ben hier heel eerlijk in. Deze kwestie is nog niet uitgesproken tussen Femke en mij. Maar ze is natuurlijk heel boos. Oei besluit met te zeggen dat er bij aanvaarding van het burgemeesterschap niet echt nagedacht is over dit soort gevolgen. Nee, we zijn hele impulsieve, emotionele mensen. De consequenties van dat soort dingen denken we niet echt door. We gaan niet, zoals andere ouders, met z'n allen zitten en zeggen, wat betekent zo'n openbaar ambt nou voor ons?